Kijk eens, vandaag is het dus Nederland tegen Wit-Rusland tegen Nederland. En wij gaan dus met jullie dus voorspellen wat het gaat worden. Wat gaan we doen, kijkers, met voorspelling? Wij gaan meten! We gaan een sponnetje houden, kijkers. En dan zie ik jullie dan. Kijkers, ik ga dus met jullie Wit-Rusland tegen Nederland ga ik met jullie voorspellen. Nou, doe de deur open. Wanneer het regent een beetje, kijkers. Op dit moment is Volendam de Bos bezig. Ja. Dit fijne shirt is Nederland. Oké, de bedoeling is. Is als volgt. Ik gooi het fijne shirtje. Gooi ik zo omhoog. Kijk eens, daar is Christian hoor. Maar ik gooi het Feyenoord shirtje. Gooi ik. In de lucht. Vang ik hem op. Trek ik dat shirt aan met korte broek. En dan wint Wit-Rusland. En gaat hij er. En komt hij er. En blijft hij hangen. Trek ik een hemd aan. En dan is Nederland. En blijft hij op de kast liggen. Dan wordt het gelijkspel. Dus weet het. Vang ik hem op. Wint. In Wit-Rusland. Vliegt hij zelf naar beneden, wordt Nederland. En blijft hij op de kant hangen. Dan wint. Wordt een gelijkspel. Nou, dan gaan we. 3, 2, 1. Oh, ik heb hem! Ik heb hem! Oh, dus wie gaat er winnen? Oh, het is. Wit-Rusland! Ik heb hem zo gegooid. Dus Wit-Rusland, de winnaar. Nou, dan trek ik deze korte broek. Dit trek ik met jullie aan. Met Feyenoord shirtje. Oh my god. Ik dacht ik vang hem niet. Ik dacht, hij gaat zo via mijn hoofd naar beneden. Kijk eens. Oh. Ja. Gewoon in blote buik. Het is ook zo fijn dat shirtje aantrekken. Ja, kijk eens, ongelooflijk. Maak kans op deze beker. Oh. Ik heb besloten kijkers om mijn hemd aan te trekken. En nee, dit is geen hemd. Ja, kijk eens, het is dat. Ja, kijk eens. Een beetje uithoesten is ook goed. Oh ja, kijk eens, hier is die.
Ja, kijk eens. En hier staat. Oh. Ja, kijk eens. Oh, kijk eens. Dikke vette pies. Tot de volgende keer.